Heel jammer weer. Alright, let's go. Oh. Heb ik dit? Nee toch? Die moet ik kopen zeker. Barracks. Alright. Gaan we weer een potje in, chat. We gaan weer een potje in. Ik hoop dat het weer een andere map is. Want dan doen we steeds hele andere maps. En dat is wel leuk op zich. Dat je al meerdere maps speelt. Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik een leuk idee. Weet je, daar doen we het voor. Daar doen we het voor. Oh, ik heb juist best wel veel van die weapon dingen. Oh, nice. Is ook even weer op. Ah, dubbel XP! Hey! Wat ziek, chat. Ik heb er zin in. Ik ben zo hyped. Je weet het. Je weet het, man. You know it, man. You know it. Fuck off. Oh, deze hebben we ook in de beta gespeeld. Heel veel. It was a good map, chat. It was a good, nice man. You know it, man. Man, I'm so happy to have a decent multiplayer back. Cold War was horrible. Cold War is horrible, man. You know it, man. I'm the gamer. Another classic showdown. I can't wait. You're good. Have fun, guys. Have fun. Yeah, you have to walk through this too now. And you, Bappy. What? Fuck. People go in the bunkers. Oh. We're in the I'm trash, dude. Oh, I was so trash, bro. Hoe mute ik die guys? Ik wil hopen dat ze niet met dingen gaan schelden. Of toxic doen. Fuck. Kijk wel, ik had heel weinig HP. Versta hem niet. Yo man, how you doing, man? Hope you guys are doing fine. Good now, how are you? Yeah man, I'm doing good. I'm like, I love this game, man. It's amazing. How are you liking this game, man? Love it. Yeah man, it's such a great game. I played the beta, and now the full game, man, I really love it. Yeah, it's really good. Yeah, man. It's amazing. Kill. On which platform are you playing? PC? Yeah, man. I'm playing on PlayStation 5 right now. And I also have played it on Xbox Series S thing. Yes, nice, man. Yes, sir. You can say it like that, right? Yes, sir. Yes, sir! Yes, sir! Just like the old times, man. Got you wankers now! Light them up, Bruce! Ik had heel mooi gekillt, chat. Echt heel mooi. Ziek. Ziek. Hostile Goliath on the crawl! Fuck off. Zeg, ik ging echt lekker. Ik ga gewoon met random guys praten, boy. Oeh, dat was lekker. Dat was lekker, shit, dat was lekker. Oh. Oh, hier is deze guy ook weer. Deze guy. Alright, fuck. Ik zou gewoon met random guys van praten in de fucking deze game. Eerlijk, zo ziek. I'm gonna go on live chat, but I'll see. Harders. Allied glide bomber on the way. Rear bones, okay, that one. Let's go chat with you. Incoming grenade! Rank 5, chat. Let's go, man. Let's go.
kut. Friendly glide bomber incoming. Let's go, chip. Let's defend the fort, man. Let's go, chip. New intel, ready for report. Let's go! Let's go, chat. Let's go, I'm gonna hit? No. Try not. Wait. Glide bomb, chat. Glide bomb, glide bomb. Boom! Air breathe. Air breathe. Oh. Oh, raar, 17 om 7. Lekker, dude. Lekker, man. Echt lekker, dude. I'm doing amazing. Doing great. Actually. Chat. Fuck yeah. Hey, fucking short. Glide bomber assist coming in. Holy shit. Heads up, enemy glide bomber coming in hot. Shit, ik kon nog een kill maken. Fuck. Fuck it. We staan er zo ver voor, dat gaat niet meer lukken. Als je het weet. Oh, eentje nog, eentje nog, eentje nog, eentje. Fuck, we did it again, bro. Let's go, guys. We're doing great. We're doing great. Bunch of bastards, I know. Well done. Let's go, dude. Let's go, chill it. Easy. Can't do it anymore. Schuldige gast. Follow me on Facebook. No, I stream right now on Facebook, man. Are you streaming on Facebook? Yeah, streaming on Twitch. Nice, I'm streaming on Twitch right now. Hey, vote for me, man, vote for me, man. I'm the best. Oh, is your name I'm Rainer on the I'm gonna follow you, man. I'm gonna follow you. Nice one, dude. Follow me, I'll keep my Twitch name is Pieter. Pjeter, actually. Team deathmatch. Subdue all threats. Ik heb geen code voor je, zou ik me helaas teleurstellen, man. Ik heb geen codes. Anders blijf ik... Ja, die kan ik gewoon doen, toch? Gewoon lekker waar zijn. Ja, joh. Verdomme. Waarom kan ik hier niet in? Deze man ken ik ook echt helemaal niet. Oh! Albe! Albe, chat. Albe just killed me, man. They just killed me. Fuck, bro. Sheee! Oh, dat is een lekker wapen hier. Weet je die Albe? Die gast is goed. Echt wat hij doet. Dat vind ik eng. Kom maar. Ja, laat maar dan. Hè? Laat maar dan, gast. Let's go chat. Let's go chat. Oh. Hey. Fuck. Very stun grenade. Oh. Alright, let's go chat. Maar is nou FOV toegevoegd aan dit? Ik dacht van wel, hè? Ze hadden wel FOV op de console gezet. Dacht ik. Ik weet niet zeker hoor, maar voor mij hadden ze wel FOV ingezet. Okay. Ik ga even kijken, chat. Ik ga even kijken. Zo.
Graphics, FOV. Field of view. Ja, chat, het zit erin. Het zit erin op de PlayStation. Wow, ze hebben het erin. Ze hebben het erin gezet. FOV. Let's go, man. Let's go, dude. Ja, wat als ik hem opeens... Ik weet dat hij op 80 staat, hè, maar wat als ik hem opeens hoog zet? Zou ik dan beter presteren? Zou dat helpen? Dat zou misschien helpen, ja. Het is hier zoveel meer, jongens. Holy shit. FOV chat. FOV op console. Bro, eerlijk? Het is FOV chat op fucking console. Dat kunnen zien trouwens. Ik moet even wennen hier aan. Dat gaat zo snel opeens. Jeetje. Die gaan we heel snel. Fuck. Alba is echt te goed voor deze game. Echt veel te goed. Door chat. Headshot. Zag je het? Zag je die headshot? Ziek, hè? Dat is ziek. Dat is heel ziek, jongen. Let's go. Alright, Nee, ik pers je maar over. Ja, joh, maar niet uit. Ik snap het wel. Ik snap wel dat je dit doet. Ik heb zoveel mensen die dat... een beetje ontplagen. Ik heb ook zoveel, joh. Weet je wat? Ja, weet je. Het zou wel inderdaad fijn zijn, maar ja, je. Ja. Ik wil het zo kut om dat aan mensen uit te leggen of zo, weet je. In de zin van. Weet je, weet je wat ik altijd heb als ik. Als ik niet weet je wat ik altijd heb als ik mensen help met. Dat doe ik wel eens. Dan help ik mensen bijvoorbeeld aan zo'n contact, weet je. Maar like, weet je wat ik altijd een beetje heb met dat soort dingen? Dat ik altijd echt het zielig voor ze vind als ze afgewezen worden. Dat heb ik altijd heel erg. Dat ik het echt jammer voor ze vind als ze echt afgewezen worden erdoor. Of iets. Dat vind ik altijd zo jammer, weet je. Dus ja, dat vind ik niet erg. Ja, ik vind dat zelf voor diegene. Dan heb ik een beetje medelijden, snap je wat ik bedoel? Ik denk van, weet je, hij wou het zo graag. En weet je, dat heb ik altijd. Weet je, hij wou het zo graag, weet je. Ik ga eerlijk zeggen, chat. Het is gewoon een wereldje waar ik veel in zit. Met die codes en shit. Het kan best een kut kunnen zijn, ja. Het kan gewoon kut worden. Maar, ja. Eén wat ik wel kan vertellen, Sap, is als je iets fixt, is het echt heel... Is de eerste keer dat je het doet, want het is mijn eerste keer echt voor een full game van Call of Duty. Ik heb voorheen alleen maar beta-codes gehad. Voor de maal moest pre-orderen. En dit is echt mijn eerste echte game die ik echt speel voor Call of Duty. En daarom is het ook heel belangrijk dat je dat goed doet. Snap je? Dus ik kan je vertellen, als je één keer een contact ergens hebt, en je fixt een code en je zegt ja, dan moet je echt heel veel gaan streamen, man. Dan kan je wel vertellen. Dan moet je zoveel mogelijk proberen te streamen, want het is heel belangrijk dat dat goed gaat. Want de eerste contact met iemand is echt heel belangrijk. Weet je, ik hou er niet voor niets. Nee, weet je. Ik vond het ook op zich wel kut. Want ik zou dus zeg maar vannacht deze game gaan streamen. Alleen ik voelde me even niet zo goed eigenlijk. Ik voelde me een beetje ziekjes, een beetje moe en zo. Ik dacht van, als je dan laat ik het voor nu even zitten. Maar dan ga ik gewoon in de ochtend eer live met die game. En wat langer. Maar ja, weet je, dus... Ja, echt heel belangrijk. Ik ga eerder met jullie zijn, hè. Ik ga niet het bedrijf noemen. Dat zou een beetje kut zijn, want nu heb ik wel contact met hen. Er was een bedrijf, chat, waar ik het heel erg had opgefokt. En toen hadden ze 3 jaar geen contact meer met mij. Daardoor. Volgens mij. In 3 jaar tijd ben ik alleen maar afgewezen puur omdat ze die herinnering nog hadden. Dat is geen grap. Oprecht niet. En ik heb voor elke release van hun heb ik toen een code geprobeerd aan te vragen. Maar elke keer zeiden ze nee. En nu hebben ze eindelijk een keer ja gezegd. Ik ga niet zeggen welk bedrijf het is, want ja, dat is een beetje kut om te zeggen. Want nu heb ik wel eens contact met hun. Maar ja, weet je, dus ja. Het is een wereldje waar je even in moet duiken.
En veel contact moet opdoen. Waarbij je eigenlijk, en weet je ook mensen, bijvoorbeeld, weet ik ook wel eens merk. Als ik heel eerder moet zijn. Het is wel een lekker onderwerp om even over te hebben, toch? Ook straks als we koffietijdje hebben, is het ook wel lekker om even over te hebben. Misschien is het wel handig voor mensen. Misschien kan ik wat tips geven of iets, weet je. Maar like, het belangrijkste is eigenlijk dat je een deal krijgt waarbij jij er wat aan hebt en de bedrijf ook. Want ik heb zo vaak gehad, chat, en zo vaak ook gezien, dat er van die bedrijven zijn die zeggen van ja, oké, ja, hier is dit, maar uiteindelijk krijgen zij de meeste winst. En dat is echt bullshit. Weet je, daar moet je echt voor oppassen, voordat je daar niet mee gesjoemeld wordt of iets. Ik ben zo even meer, maar ben wel geïnteresseerd. Lekker, man. Ja, als je wil, dan moet je even zeggen wanneer je weer bent. Dan, want ik ga even koffie zetten, dan doen we even een half uurtje. Dan gaan we het zo even over hebben. Als je het fijn vindt.